Why do you do this, eh? Why? They made trouble. They touch girls. Oh, I know that man. He's a good client. He spent a lot of money here, eh? Okay, Paul, but he cannot touch the girl on a catwalk. He touched her tits. So what? He's a good client. He was drunk. Och, Sievert, nee. I know why you're doing this. What? I speak Bob Sells today. And what he say? He's your friend, eh? You know what he want? I don't understand. He want to take over my club! We zijn nog gesloten. Wij moeten eens klappen, man. Houd dat toch met jou, Bob. Ik verkoop niet. Ga niet, nee. Maar de Brit, en naam van onkel Camille, die wel. En Tony had de papieren bij. Hij gaat niet geloofd, Tony. Wat is dat voor smerlapperen? Ik zei, dat is nou exact wat ik ook doe. Toen ga je mij liet vallen gelijk als een baksteen voor die Russen. Die Russen waren wel goeie koper. Ja, ja, gezien waar je ermee komt. Ik ben er een tijd niet goed van geweest. Kijk het maar nou. Het is allemaal volgens het boekje. Van de familie moeten demmen, hè, Polleman. Hier wil niet mee wegroken, hè, zelfs. Dat verstond het toch? Allee, wat is het? Komen we nou een aangenaam worden? Ga eens in de smerlap. Ik stuur een advocaat op een klote. Dat is niet slim, Paul. Dat zou ik niet doen. Dat gaat dat heel veel geld kosten en niks opbrengen. Wacht maar eens af. Ga weet niet waar ik gewoon begonnen zijn, kerel. En dat je nou een boeltje zou willen pakken. Tony loopt er even mee. Dat onze vriend die niks meepakt, dat niet van hem is. Maar nou? Ga toch aan mee die boten gooien? Ja. Met mijn eigen kot? Ja. Want dat is nou mijn kot, hè, Paul.